Vandaag weer een conflict dat ik ga proberen in 3 minuten uit te leggen. We gaan het hebben over Zuid-Soedan. Afrika, hier dit paarse landje is Zuid-Soedan. Daarboven Soedan. Soedan en Zuid-Soedan vormden tot 1,5 jaar geleden Soedan. Nu is Zuid-Soedan na een buitengewoon bloedige oorlog, een vrijheidsstrijd van enkele decennia, onafhankelijk geworden. Het jongste lid van de Verenigde Naties. Maar veel problemen. Veel problemen in dit kleine nieuwe landje, Zuid-Soedan. Er zijn conflicten vanwege de olie. Hier zien we op deze kaart de grote olievelden van Zuid-Soedan. De olie kan niet worden vervoerd. De olie moet van Zuid-Soedan, hier zo door Soedan, naar deze haven en dan gaat hij de wereld in. Dat kan nu dus niet, dus de olierijkdom valt weg op dit moment voor Zuid-Soedan. En er zijn 250.000 vluchtelingen van Soedan afgezakt naar Zuid-Soedan. En die moeten overleven onder erbarmelijke omstandigheden. Er zijn ook veel conflicten in Zuid-Soedan zelf. Dit is een kaartje met de etnische groepen. Elke etnische groep, elke stam een eigen kleurtje. En er wordt gevochten tussen de Murle en de Nuer. Hier tussen de Mahdi en de Acholi. En dat zijn conflicten die lopen al tientallen, soms al honderden jaren lang. Daar zijn geen gemakkelijke oplossingen voor. Heeft veel van doen met het feit dat een deel verantwoordelijk is en inkomsten moet verwerven uit de veeteelt. En anderen het land bewerken. Dus zeker als er gedrokken wordt met het vee, dan zijn er conflicten. En als er conflicten zijn, dan vallen er doden. Vroeger met pijlenboog en nu tegenwoordig met de Kalashnikov. Want er is een grote hoeveelheid wapens vanwege al die conflicten en de oorlogen in Zuid-Soedan. Grote problemen die nog versterkt worden door invloeden vanuit de buurlanden. Ethiopië, vanuit Kenia hier, vanuit Oeganda. Ook opnieuw mensen die met hun vee over de grens trekken en conflicten veroorzaken. En er is een geweldscultuur. Als men een probleem heeft, dan slaat men erop los. Wil je een man worden, dan moet je vee roven bij de buren. Of nog beter, een kind of een vrouw. Dan ben je een vent, dan tel je pas mee. Dat land is getraumatiseerd, de mensen zijn getraumatiseerd. De politici zijn voormalige vrijheidsstrijders. Dus die hebben niet geleerd goede compromissen te sluiten. Ze slaan erop, ze onderdrukken de ander, die schuif je aan de kant. Er moet snel actie komen en er moet geïnvesteerd worden in duurzame oplossing van conflicten. Want snelle oplossingen alleen zullen nooit voldoende werken.